12,90 voor een rare kutprijs ook weer. Maar goed, 12,90. Ja, dat is dan net geen 13 euro. Dus dat schijnt dan een verkoop bevorderend te werken. Goed, 12,90. Ja, het is natuurlijk geen geld voor een bundel gedicht die hebben een soort ingedikte oogst van een paar jaar toch wel. Duurt het ziet er allemaal, als het klaar is, ziet het er allemaal vanzelfsprekend uit. Alsof het even uit de mouw geschud, maar zo gaat het natuurlijk niet. Ik bedoel, het is lang en intensief werk, dus dan mag ik 12,90. Ja, ik zou zeggen 12,5. Maar goed, ik weet niet of de boekhandel daarmee akkoord gaat. Er zijn ze nogal vervelend over die boekenprijzen. Dat mag niet onder de vastgestelde prijzen. Dus oké, 12,90 het is. Ik zou zeggen, komt in grote getale, ik zal mijn handtekeningen zetten, zo in dit wens, met de datum erbij, 1 april 2009, de dag dat Jules Deelde niet naar Amsterdam ging. Dus dat we even vaststellen. Er zijn toch een hoop mensen die zijn erin getrapt. Wat ik had ook al bijna slaande ruzie, een paar dagen met Leo. Van, je hoort, het is het 1 april, man, begrijp je dat dan niet? Ja, maar heb je toch gezegd, ik zei ja, dat heb ik ook gezegd, nou, maar dat niet. Hè, want er zijn ook mensen, daar mag je helemaal niks zeggen over Rotterdam. Nou jongens, ik zeg ook geen kwaad woorden over Rotterdam, maar het sterfte van de boeren. Nee, niet alleen op Zuid, maar ook aan de andere hoeven. Dus dat moet je toch kunnen zeggen, als je dat wil. En, het is niet zo dat die mensen die helemaal, weet je wat, die kennen ook een soort van, je moet natuurlijk wel je ogen uit je zak halen, hè, als je leeft. Je moet wel eens af en toe het raam openzetten. Het is niet zo dat buiten de gemeentegrens van Rotterdam dus alles ophoudt, weet je wel. Af en toe krijg je wel eens de indruk. Maar zo is het dus niet, de wereld is wat groter, hè. En wij als wereldhaven, en je kan niet aan de ene kant een wereldhaven pretenderen te hebben en aan de andere kant, als de wereld op bezoek komt, de deur dicht doen. Begrijp je? Dus we leven allemaal op dezelfde wereld en de wereld is van iedereen. Dus je kan mij helemaal niet verrotten waar je vandaan komt. Hè, als je hier woont, ben je voor mij, wat mij betreft, de Rotterdammer. Als je hier woont en we zullen met elkaar moeten uitzoeken. En we moeten al die gasten die de politiek munt uit willen slaan uit het feit dat de mensen een beetje bang zijn. De mensen zijn altijd een beetje bang voor verandering. Vroeger waren het, ik weet nog toen die gastarbeiders kwamen, eerst waren het de Spanjolen. Nou, toen waren die, al die Spanjolen volgens de mensen messentrekkers. Toen kwamen de Joegoslaven. Nou, toen waren die Joegoslaven, die deugden niet. En toen werden het, toen kwamen de Surinamers. Nou, die waren nog zwart ook, dus dat was helemaal makkelijk. En toen werd het de Antillianen en nu zijn het de Marokkanen. En morgen zijn het, weet ik veel, ze zijn nu alweer bang van de Roemenen en van de Bulgaren. Ja, oké jongens, maar het is een feit dat, kijk, waar zijn ze nou eigenlijk bang van? Waar ben je nou eigenlijk bang van? Ik bedoel, we zijn allemaal lotgenoten. Dus. We moeten ons dat zeggen, als er angst is onder de mensen, dan zou de politiek, hè, de politici, die zouden dan die angst weg moeten nemen. Maar nee, ze profiteren ervan. En terwijl ze zelf beter weten, wakkeren ze die angst aan om de politieke munt uit te slaan. En dat is wat er op dit moment gaande is. En er zijn veel mensen die er met de ogen dicht in lopen. Maar ze moeten goed begrijpen dat we hier in Nederland, hè, leven we hier in het paradijs, dus er valt weinig te kanker hier. Dus laten we daar eens een keertje mee ophouden. Hoewel, dat is voor Rotterdammers heel moeilijk, hè. Want daar zijn we ook natuurlijk heel... Kijk, Rotterdammers kunnen elkaar de vreselijkste dingen zeggen en het toch goed bedoelen, dat is waar. Dat moeten we niet uit overvliegen. Maar daarom, de humor moet niet uit het oog worden verloren. Je kan wel wat zeggen, maar kijk, er zijn... Ik kan bijvoorbeeld zeggen, op een gegeven moment, iets is afgelopen, zeg ik, nou jongens, de man zo'n rot naar je familie gaf. Kan ik roepen, weet je wel, dan bedoel ik, iedereen weet wat je bedoelt, vind je. Maar als je dat dan letterlijk opvat, ja, dan krijg je misverstanden. Dus ja, daar moet je een beetje rekening mee houden, dat het soms is sprake is van figuurlijk taalgebruik, en soms van letterlijk taalgebruik. Dat moet je wel onderscheiden, anders krijg je de grootste moeilijkheden. Ja? Oké. Nee, ja, dat doe maar gewoon. Dat hebben ze hier, dat heeft nou iedereen al. Ja, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Kijk, daar moeten we vanaf, van die houding. Weet je wel, ik bedoel, je kan niet gek genoeg doen.
Daar komt het op neer. Niet van doe maar, want dit doe je gek genoeg, want dan zal maar van de hele god, iedereen die er een beetje over uitloopt, dat kan niks weten. Nee, dat hebben we hier een beetje als onze stelregel aangenomen, van, alsof dat een pluspunt zou zijn. Nou, dat is het dus niet. Dat kan ik je wel vertellen. Je kan niet gek genoeg doen. Ja? Dat is een lieve slogan van Rotterdam. Van mij tenminste. Ja.